En hij is kapot. En kapot. Kapot. Jongens, elke dinsdag bespreken wij de laatste tech gadgets en gear. Naast me zit Tom, ik ben Peter. Welkom bij gamersnet.nl. En deze week hebben wij de Razer Ornata Chroma toetsenbord. Ja, ja. Dus je moest even denken, is het nou een muis, is het een controller? Is het een beeldscherm? Ja, maar, bijna wel. Nee, want ik zat even de tagline van het apparaat terug te houden. Dat was namelijk membrane. Nee. Insane in de membrane. Nee. Meets. Ja, dat staat erop. Oh, ja, zo ja. Want ik dacht... Meets mechanical. Ja, het is memganisch, zoals ze het noemen. Ja. Of hybride. Of, Cooler Master had ook zo'n mooie term voor, geloof ik. Nou ja, in ieder geval, ze hebben nou allemaal alle toetsenbordvarianten, alle merken proberen nou een beetje te variëren en te experimenteren met natuurlijk het mechanische principe en het oude principe van membraan toetsenborden of rubberen doom toetsenborden. Voordat we daarmee verder gaan, Tom. Ik wil heel graag weten hoe dat is gegaan. Hoe gaat dat? Hebben we dan een vergadering bij Razer? Dat heel veel oude mannen met witte baarden zeggen van het mechanical is er eigenlijk is iedereen moe. En dan iemand zegt dan, let's go back to classical. En dan, yeah! Nou, ja, ik... Want ja, het heeft het nut? Het heeft zeker nut. Oh. Want voor heel veel mensen, kijk, mechanisch is natuurlijk het meest duurzaam en het meest precies voor als je gaat gamen. Maar, stel je moet ook nog eens een keer een stukje typen of zo, dan kan mechanisch voor je vingers heel zwaar worden. Omdat vaak zit daar een zware actueringspunt in en je moet soms je vingers trainen om dat wat makkelijker te maken tijdens lange typesessies. Ja, maar daarvoor is dit niet de oplossing. Voor wat jij omschrijft is de oplossing een knop dat je drukt, klik, nu is het mechanisch, klik, nu is het membraan. Maar het is allebei, dus het is ook allebei net nou, niet. Nou, nee. Het is absoluut niet mechanisch. Het is in de basis eigenlijk nog steeds membraan en het is nog steeds een rubberen doom. Ja, en dat wou ik dus net zeggen. Oh. Het is dus een soort van rubberen doom, heel simpel. En kun je ook zien, eronder zit echt een rubberen doom. Maar daar hebben ze een klikje ingebouwd wat het iets mechanischer laat voelen. Ja. Dus je hebt wel een beetje die tactile feedback, zoals ze dat dan noemen. Dat een beetje klikt terwijl je aan het typen bent, wat super relaxed is. Maar het is niet heel zwaar, je moet niet heel ver drukken. Nou ja, het punt is natuurlijk wel, omdat het niet mechanisch is, moet je wel helemaal naar de bodem drukken voordat die actueert, zeg maar. Voordat het signaal naar je PC gaat. Ja. En dat klikje zit ergens ertussen. Dus als je heel goed, dat is heel gek, als je er heel goed mee test, dan kun je zeg maar net klikken. En dan hoor je het klikje wel, maar dan... Doet hij de toets niet? Heb je de toets nog niet. Dus eigenlijk in die zin is het een heel stuk minder precies en absoluut niet mechanisch. Maar het heeft wel een beetje dat gevoel door dat geklik. Oké, maar dan kom ik toch terug bij mijn vraag. Is het daardoor niet net niet? Omdat het niet... Het kiest niet. Nou, dat zei ik. Het is absoluut niet mechanisch. Het is in geen zin mechanisch, behalve dan dat het... Een klikje geeft. Het geeft een klikje. En dat doet denken. Dus aan mensen mechanisch. Die een mechanisch toetsenbord willen, moeten deze gewoon echt niet hebben? Nee, absoluut niet. Nee, als je echt wil gaan voor die precisie en voor die duurzaamheid en ja, een beetje de gewenning ook van... Oh, precies nu gaat er een signaal naar mijn PC. Dat is natuurlijk hier niet. Dat is veel minder precies. Maar ik heb wel veel lekkerder. Ik moet zo zien gamen. Nee, maar goed, voor sommige pro-gamers is het natuurlijk wel weer zo dat ze... Precies! Ja, maar pro-gamers zijn ook wel heel erg goed in dingen babbelen zodat ze lijken op pro-gamers. Ja. Maar goed, maakt verder niet uit. Hebben we het altijd over bij het e-sports nieuws. Hey, dit toetsenbord is gemaakt voor de typer, want er zit ook zo'n ding bij. Ja, en dat nee, zie je niet zo vaak bij Razer. Nou ja, op zich wel. Nee, ze hebben heel veel toetsenborden met een polsteuntje erbij. Maar ik vind het op zich wel... Dit is wel een hele fraaie polsteun die ook nog los te plaatsen is. En die kun je magnetisch, klikt die er een beetje aan. Ik moet zeggen, ja, vooral als je bedenkt dat dit fijn is om op te typen, dan komt die polsteun ook heel goed te pas. En het toetsenbord uit zichzelf is al wat lager, die toetsen zijn wat lager en hij gaat ook niet heel geheld staan. Dus je merkt dat eigenlijk in alle factoren Razer heeft geprobeerd dit gewoon een heel ergonomisch verantwoord toetsenbord te maken. Niet veel te hard drukken, lekker laag met je handen, wat dan ook weer schijnbaar beter is voor je polsen natuurlijk. Dus ja, in heel veel dingen is het gewoon een heel fraai toetsenbord. En ik vond het oprecht ook een van de fijnste toetsenborden die ik ooit heb gehad voor gewoon lange typesessies. Door die polsteun, door die lage houding dus en door dat membraan. Eigenlijk niet een toetsenbord voor een gamer, maar voor de zelfbewuste journalist. Nou ja, en dat hebben wij dus bijvoorbeeld eerder ook al een keer gezegd over die Deathstalker Chroma. Die met dat is ongeveer hetzelfde principe, maar dan met scissor switches. Dat is van die laptop techniek eigenlijk die erin zit. Maar inderdaad, dit is voor als jij wel eens moet gamen,
Maar vooral veel moet typen, ja. Eigenlijk. Dus je hebt een blog of je moet een scriptie doen of wat dan ook. En af en toe, hey, de Sims moet aan, je moet Stardew Valley spelen, je wil een potje Minecraft doen. Je kan ook toch wel lekker Overwatch op spelen. Ook zeker, ik heb er ook heel veel Overwatch mee gedaan. Voor de meeste mensen die boeit dat toch niet, denk ik. Nee, op zich in pro-game is het toetsenbord ook eigenlijk je laatste, het minst belangrijk eigenlijk. Je muis is belangrijker, een goede muis of een goede headset is belangrijker dan een goed toetsenbord. En ja, ik heb er ook zeker Overwatch mee kunnen doen, maar op een gegeven moment ga je natuurlijk wel merken van, oh, maar... Met een mechanisch toetsenbord heb je net iets fijnere feedback en zo natuurlijk. Ja. Maar voor casual gaming sessies perfect. En als je gewoon heel veel moet typen, dit is je baby. Ja. Mag ik nog één ding zeggen? Tuurlijk. Ik vind hem heel mooi. Ja, ik vind hem ook heel strak. Dan moet je echt nageven. Het ding is natuurlijk €110. Dus bij Razer zit er altijd net iets boven, maar je krijgt ook wel wat voor terug. Want bijvoorbeeld ook dit is ook weer een van die weinige mechanische of membraan toetsenborden waar ook echt gewoon een ledje achter elke toets zit. En dat hebben ze netjes gedaan. En het ziet er gewoon ontzettend strak uit. En ja, alle kleuren van de regenboog natuurlijk chroma. Dus ja, het is ook ontzettend... Vuur. Ja. Elementen. Ja. Grond, water. Razer, je kan nu gewoon je toetsen, had je gewoon Elements kunnen noemen. Dat was geen vet geweest. Ja, omdat dat is een goede naam. Wat Peter bedoelt is dat je kunt een soort open haard thema erop instellen. Dat is nieuw. Dat is ook exclusief. De mechanische toetsenborden kunnen dit niet. Dat is heel apart. Alleen de membraan, dit toetsenbord doet het met het vuur, maar de rest kan het allemaal nee, niet. Nee, want deze heeft gewoon de elementen aan zijn zijde. Ja, I guess. Dankjewel. €110, schoon aan de haak. Een race toetsenbord is natuurlijk altijd prijzig, maar hij ziet er wel schitterend uit en hij doet zijn werk. Degelijk beestje, zeg ik. Dankjewel voor het kijken naar Games at Gear. Als je dit nou een tof video vindt, geef even een reactie hieronder. Heb je bijvoorbeeld tips of advies of tricks van wat willen we nog meer gezien gereviewd worden? Ja, oh, en als je wil vragen van, oh, kunnen jullie ook dit reviewen? Zoek dan ook eerst even of we dat niet al hebben, want we krijgen de laatste tijd heel veel vragen. Oh, kunnen jullie dit doen? Dat ik zeg van, ja, een maand geleden al gedaan. Doei. Ja. Nou, ja. En check ook even gamersnet.nl als je dit op YouTube kijkt, want daar staat echt alles op. Ook alles uitgeschreven en echt informatie, zeg maar. Ja, het is heel gek voor YouTube, maar dat doen we ook inhoudelijk. Ja, je kunt erop typen op dit ding. Dus ik heb de review van dit ding op dit ding getypt. Ik zeg Ornataception. Jongens, tot volgende week dinsdag. Dan is er een nieuwe Gamers at Gear. Bedankt voor het kijken. Tot later.